planverordening bussector noodzakelijk. Werknemers Surinaamse waterleidingmaatschappij hervatten werkzaamheden. En seksuele minderheidsgroepen in Guyana voelen zich onveilig. Het is woensdag 30 juli 2014. De STVS brengt u het journaal. Goedenavond. Een openbaar vervoersplan is noodzakelijk voor het ordenen van de bussector in Suriname. Dit zegt Henk Wip, hoofdafdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken. Vandaag heeft het Institute for Graduate Studies and Research, IGSR, onderzoeksresultaten gepresenteerd aan het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. In opdracht van dit ministerie heeft IGSR een onderzoek verricht hoe het Surinaams openbaar vervoer te ordenen. Vooral de stop- en parkeergelegenheden voor lijnbussen vormen een knelpunt. Henk Wip zegt dat openbare werken geen aanpassingen kan plegen aan de infrastructuur, omdat er een openbaar vervoersplan ontbreekt. Dit plan zal door het ministerie van TCT samengesteld moeten worden. Wij zijn verantwoordelijk voor de doorstroming en de afwikkeling van het verkeer. En het bustransport, het busvervoer, is een belangrijk onderdeel binnen onze verkeerscirculatie. Wat er moet gebeuren is dat er een openbaar vervoerplan is en dat het ministerie op basis van het openbaar vervoerplan een aantal maatregelen kan treffen. We zijn bezig met de diverse verkeerscirculaties en dat betekent dat wij proberen om door middel van die verkeerscirculatieplannen het verkeer vlot te trekken. En daarin zal natuurlijk ook het openbaar vervoer in moeten passen. Voor het ordenen van de totale sector moeten betrokken ministeries en organisaties goed met elkaar samenwerken en afstemmen. Het plan dat nu is gepresenteerd vandaag, dat we kijken van hoe ziet het plan eruit, hoe wil het ministerie van TCT dat gaan implementeren en wat zou de rol van het ministerie van Openbare Werken daarin moeten zijn. Maar welke organisaties zou in deze mee moeten werken aan het plan zelf? Het ministerie van TCT is de verantwoordelijke en natuurlijk zullen de verschillende busorganisaties daar een belangrijke bijdrage in moeten leveren. De autoriteiten die faciliteren, want zonder goede weg kunnen de bussen niet rijden. Zonder de bushaltes kunnen de bussen niet op een juiste plek stoppen. En zo zijn een aantal zaken te benoemen. Dus de bijdrage van de busorganisaties is belangrijk om het welslagen van dit plan te bevorderen. Minister Falisipinas om een reactie gevraagd zegt dat het ministerie samen met deskundigen het rapport zal bestuderen. Indien het noodzakelijk is om te werken aan een openbaar vervoersplan, zal dat zeker gebeuren. We hebben de conclusie en aanbevelingen in handen. We gaan natuurlijk de zaak bestuderen. We kijken ook naar andere vervoersmodaliteiten. We kijken naar andere vervoersorganisaties, hoe wij die in feite in place kunnen hebben om die ordening helemaal te voltooien. Het traject zult u van ons vernemen, dus na de bestudering van het rapport, wanneer wij natuurlijk echt inhoud zullen geven aan de implementatie. Het openbaar vervoersplan zal het ministerie van Openbare Werken een overzicht moeten geven waar er ordeningen en aanpassingen moeten komen voor buschauffeurs en passagiers in het verkeer. De onderhandelingen tussen de Surinaamse Waterleiding Werknemersorganisatie SWWO en de directie van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij gaan door. Intussen hebben de werknemers gevolg gegeven aan de oproep van de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname om het werk te hervatten. Gisteravond heeft de Bemiddelingsraad de vakorganisatie van de werknemers van SWM en de directie ontvangen voor verdere onderhandelingen. Het SWWO-bondsbestuur heeft vanmorgen de leden geïnformeerd over het resultaat van het gesprek. De onderhandelingen met de directie zijn vastgelopen. Er bestaat een meningsverschil over het percentage waarmee de salarissen worden verhoogd. De afspraak met de Bemiddelingsraad is dat de bond volgende week weer wordt uitgenodigd. 30 leerlingen uit Nieuw-Lombé hebben vandaag een educatieve trip gemaakt door Bergendaal. In het kader van het zesjarig bestaan heeft Bergendaal Eco en Cultural River Resort NV een sociaal plan uitgezet, namelijk schoolkinderen bezoeken Bergendaal.
Het doel is om jeugdigen vanaf 11 jaar, die het goed hebben gedaan op school, kennis te laten maken met bedrijven uit hun directe omgeving. Ook krijgen zij de boodschap mee om hun best te blijven doen op school, zodat zij hun bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Suriname, zegt Santusha Smit, Human Resource Officer van Bergendaal. Bergendaal die bestaat vanaf december 2008 en vanaf het begin hebben we de samenwerking opgezocht met de omgeving. Je moet dan denken aan leveranciers, je moet denken aan onze medewerkers die hier vandaan komen uit de directe omgeving. En zo hebben we onlangs ook besloten dat we wat meer voor de kinderen willen doen. Om een goede buurt te zijn, om ze ook te laten zien dat ja, Bergendaal die is hier gevestigd en het is ook wellicht voor in de toekomst iets voor hun om te komen werken of hier in hun eigen vrije tijd bezig te zijn. En daar hebben we een project opgestart dat heet Schoolkinderen bezoeken Bergendaal. Waarbij dan een aantal kinderen van een school, van een basisschool hier naartoe mogen komen. En die dan een gezellig dagje of ochtendje met ons meemaken. De trip bestond uit een historische boswandeling naar de Blauwe Top en een kajak-estafette race. Bergendaal was een van de laatste slavenplantages van Suriname. Hans Lagadeau, gids van Bergendaal, vertelt onder andere dat er op de top van de Blauwe Berg 3 kerkhoven zijn. Wel, daar op de top hè, zijn er nog graftombes te zien. Laat maar zeggen, 3 graftombes. De eerste 2 graftombes zijn van de zendelingen die hier waren op de plantage. Zij kwamen meer om het woord van God te verkondigen door de mensen heen. Maar als je dat wilt doen, ga je de mensen moeten, laat maar zeggen, kersten alfabetiseren. Maar dat was nog een zwaar hier op de plantage. Want de plantage-eigenares was niet een gemakkelijke mevrouw. Wie was dat? Die mevrouw was zeker mevrouw Charlotte Elisabeth van der Lid. Zij was de eigenares. Ze was niet een gemakkelijke mevrouw. Ja toch? En het was zo dat de zendelingen niet de kansen kregen ja, om de ABC, ja toch, een ABC-boekje voor te houden aan de mensen hier, de gedwongen arbeiders. Maar de derde graftombe die we daar zagen, ja, is de graftombe waar de bankdirecteur van de Surinaamse bank was begraven. Ja, en deze meneer heette Charles Busken Huet. Hij was de voorzitter-directeur der Surinaamse bank te Paramaribo. En deze meneer was geboren op 22 mei 1828 en overleden op 29 januari 1879. Waarom deze meneer hier werd begraven op het top van deze heuvel? Omdat hij een relatie had ja, met een zekere mislaai hier op de plantage Bergendaal. Ja. En toen ik dit erachter kwam, ja, kreeg ik gewoon kippenvel ervan. Ja, ik had geen andere woorden ervoor. Als afsluiting van deze educatieve trip door Bergendaal kregen de leerlingen van Yolong B een tas met schoolspullen. Vissers verwachten een betere controle en veiligheid van de bevoegde instanties op zee. Al geruime tijd heerst er een onveilige situatie voor de vissers, waarbij ze worden beroofd door piraten. Met de komst van de kustwacht is deze situatie nog niet verbeterd. De vissers beklagen zich over de onmacht van de politie hen te helpen bij de opsporing van de rovers. Een van de vissers, Michael Gordon, die gemiddeld 14 dagen op zee is, heeft dit zelf ondervonden. Ondanks alle gevaren op zee, zegt Gordon niet naar een andere baan te zoeken, omdat hij visser is en hiermee zijn brood verdient. What could be done about it? Because it's very dangerous for fishermen. Life's in danger when you go hustling for honest money, you know. Things like that happen to you. It does get you scared, but after all, you have to work. Maar je moet een goede controle hebben en een goede kapitein die niet bang is om op de zee te gaan. Yeah, but when I go to fish, I feel safe. The first thing I also do, full up my eye blocks to come back home. You know, it's all over, it's pirates. Pirates, they come and rob us, and that's not good. So we like for the marine them to step in, you know, check on it. Have been any robbery lately here? Here, sir? No. Kustwacht moet op de zee, men moet de zee wacht op zee zetten. Ja. Maar dat gebeurt toch al? Nee, dat gebeurt niet hoor. Die boten liggen daar aan de. Aan de waterkant bij SMS, die patrouilleboten. Bij de berovingen worden meestal vis en persoonlijke spullen buitgemaakt. Ook worden de vissers mishandeld. Directeur van de kustwacht Jerry Slijngaard geeft aan dat hij op de hoogte is van de illegale praktijken en berovingen die plaatsvinden op zee.
Hij voegt eraan toe dat er wel gepatrouilleerd wordt, maar de kustwacht heeft slechts 2 boten. Sleingaard meldt verder dat hij bezig is een systeem in elkaar te zetten om de problemen aan te pakken. Vorig jaar september werd de kustwacht in het leven geroepen met als doel voor de veiligheid te zorgen op de Surinaamse wateren. Aerial Dance doet zijn intrede in Suriname. De workshop Aerial Dance wordt voor het eerst in Suriname verzorgd. Het initiatief komt van de dansschool Namita Nitya Vidya Bhavan met de bedoeling deze uitdagende stijl praktisch te introduceren aan Surinaamse dansers en theatermakers. Namita presenteerde de dans aan het publiek afgelopen vrijdag en zaterdag in Theater Thalia tijdens haar schoolvoorstelling getiteld Chakul. De specifieke technieken die worden gebruikt in aerial dance zijn afgeleid van een van 's werelds oudste schatten, yoga. Het menselijk lichaam wordt uitgedaagd grenzen te verleggen en de functies te verbeteren. Deze techniek wordt de laatste jaren veel toegepast in danscompetities in en buiten India. Om dit ook in Suriname te introduceren, zijn 2 trainers uit India in Suriname voor een 9-daagse workshop. De dansinstructeurs hebben eerder samengewerkt met artiesten als Lady Gaga en Priyanka Chopra. My name is Gora and I have a dance company in India called Natya Nectar and we're India's leading aerial performing arts company. We've performed all over the world. I also do Indian classical dance called Kathak. So we mix circus arts with Indian classical dance and music. And so we've performed, we opened for Lady Gaga when she came to India. We performed for Amita Bachchan's birthday party. I've choreographed for Priyanka Chopra and different celebrities in Bollywood. And pretty much we're the leading performing arts company in India. Trainer Gauro Premarigan is onder de indruk van de potentie van de Surinaamse dansers. In Suriname zijn er verschillende gevestigde dansscholen en yogaleraren. De dansscholen variëren van klassiek ballet tot hip-hop en folkloristische dans. Een aantal dansscholen dat deelneemt aan de workshop werkt vaak mee aan grote danstheaterproducties. Met de aerial dance worden de dansscholen verrijkt met nieuwe technieken. Alles doet pijn, vooral de vingers, want je moet heel veel klimmen met die doeken. En spieren doen natuurlijk pijn, want alles hangt van je eigen sterkte af, maar ik heb er geen spijt van. Wat denk je verder te doen met de stof die je tot nu toe hebt geleerd? Ik hoop sowieso dat ik iets ermee kan doen als ik later bijvoorbeeld een optreden heb of zo. Dus dat ik die dans kan gebruiken, een choreografie ervan kan gebruiken. En als er iemand anders komt die ons wat meer kan leren, ben ik zeker bereid dat te doen. Evita Issa van de dansschool Namita Nitya Vidya Bhavan, die de workshops heeft georganiseerd, hoopt dat de Surinaamse dansers door de workshops vertrouwd raken met aerial dance en deze ook zullen blijven beoefenen. Op 30 juli, vandaag dus, wordt de Internationale Dag van de Vriendschap gevierd. Vriendschap kan tussen mensen onderling, maar ook tussen landen ontstaan. Bij mensen betekent dat een nauwe relatie of een band tussen 2 of meer mensen waarbij het geslacht geen rol speelt. Het belangrijkste waarop een goede vriendschap moet voortborduren is vertrouwen. We vroegen enkele burgers wat vriendschap voor hen betekent en of ze het reeds ervaren hebben. Als vriendschap vind ik veel, heel veel. En je kan andere je ouders ook als je vrienden hebben en zo. Kort gezegd, vriendschap is gewoon wanneer je een goed verstandhouding hebt met iemand anders. Al is het van hetzelfde geslacht of het andere geslacht. En ja, je kan bijna met al je problemen naar zo om iemand toe. Nou, mijn moeder is, vind ik, mijn beste maatje. We zijn beste vrienden. We kunnen alles goed uitpraten. Ze geven me de nodige adviezen waar ze nodig zijn. Ja, dat zo een beetje. Vriendschap. Ja. Dat betekent liefde hebben voor elkaar. Ja, moeder, moeder, kind. Ja,
Moeder-kind. Ja, moeder-kind, want moeder en je bent moeder voor je kinderen. Ik ben ook leerkracht. Ik ben moeder voor de kinderen op school. Voor mijn broerskinderen, zuskinderen. Jawel. Zo, als de ene persoon, bijvoorbeeld als je, als jij echt op je beste maatje in problemen zijn, ze bijstaan en zo verder en ieder kunnen helpen. Twee mensen die een bijzonder hechte en langdurige vriendschap hebben, worden vaak boezemvrienden genoemd. Bij vrouwen heet het hartsvriendinnen. En met dit bericht ben ik gekomen aan het einde van het Nationaal Nieuws.